jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een video voor jullie wat ik nog niet eerder heb gedaan. Het is namelijk een wat ik in één week heb gekocht en gekregen. En oh my god, het is echt heel erg. Ik schaam me diep. De week die ik heb gekozen is 20 juli tot 26 juli. En daarin vierde ik ook mijn verjaardag. Dus die cadeautjes ga ik allemaal niet laten zien wat ik heb gekregen. Daarvoor moet je mijn weekvlogs kijken. Daarin heb ik het laten zien. Anders is het gewoon echt te veel. Dus ben jij benieuwd wat ik in een week koop en krijg? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Ik ben Floor Delven en laten we snel beginnen. Oké, als allereerst zijn het heel veel pakketjes van de Zara. Ook heel veel van United Wardrobe van de Zara wat uitverkocht is. Met nieuwe kaartjes en zo er nog aan. En ja, echt voor alles en nog wat lofies. We gaan er snel doorheen. Laten we dan gewoon gelijk beginnen met het eerste zakje. Ik had trouwens alles open moeten maken. Dat je niet denkt, goh, waarom is alles open? Maar voor United Wardrobe en zo moet je natuurlijk aangeven of de order binnen is gekomen. Dus ik heb alles wel open moeten maken om te checken en zo. En voor sommige samenwerking dat al online moet staan. Dus ja, ik weet al wel wat erin zit, maar dat maakt het niet minder leuk. Als eerst deze geweldig roze zak. Dit is van Tess V. En nou, ik pak dan gelijk het jasje die ik al heb aangehad. Als allereerst zit daar dit superleuke franje jasje in. Echt, I love it. Het is een one size, want ik vroeg of ik een maatje M mocht. Want het valt lekker groot, maar ze zei dat het one size was. Nou, ik heb een winactie met Tess V online staan. Ik weet niet als jullie dit zien of die nog er is. Anders kijk even op mijn Insta, dat is @floordelver. Maar daarmee kun je shopping money winnen. Maar dus dit superleuke franje jasje. Die heeft denk ik iedereen wel in allerlei kleurtjes. Ik heb hem ook al in het wit en in het zwart en nou dus in het bruin. Dus dit vind ik helemaal enig. Dus dit jasje. Oeh, er valt van alles uit. Ja, is hun geliefde shopper. Ik vind die echt geweldig. Die van mij was al kapot gegaan, want die heb ik al heel vaak gebruikt. Oh, ik ga deze straks direct weer gebruiken, want ik ga naar mijn vriend. Maar in ieder geval, deze shopper, mooi koper met Tess V hun logo. En daar past echt rete veel in. Ook super handig voor het strand. Dus deze. Dan hebben we weer een planner. Die hebben ze wel vaker. Ook super schattig. Een plannertje. Dan, wat is dit? Een skinny jeans. Nou, ik hou niet echt van skinny. Maar we kunnen het een kans geven. Oh ja, dit is wel echt een mooie skinny jeans. Maar ik weet niet of ik het echt ga dragen. Want ik hou gewoon niet van skinny broeken. Maar op zich, ik heb geen één spijkerbroek skinny. Dus hè, in een blauw. Dus wellicht dat ik deze hou omdat het handig is. Hij heeft ook trouwens van die mooie ja, scheurtjes aan de onderkant. Dat is wel mooi. En dit was een hele snelle, populaire broek bij hun. Hij is 30 euro staat er. Heb ik in de maatje S. Dit is trouwens van Tess V opgestuurd. Dit heb ik niet zelf gekocht, dus dit heb ik gekregen. Dan, wat zit er nog meer in? Oh, er zitten allemaal schattige dingen bij in. Wat is dit voor iets leuks? Oh, volgens mij is dit een armbandje. Oeh, geweldig. Dit vind ik heel erg leuk voor vakantie. Met goud, ik hou van goud. Deze is €17,95. Kijk nou eventjes. Lijkt op dat Josh V armbandje. Het is gewoon van dat stof. Met gouden leuke knoopjes erop. En kijk nou hoe leuk dit is. En dan van die ruffeltjes eraan. Ik ga deze gelijk omdoen. Maar het past niet echt bij mijn... Jawel, past wel. Er zit rood in. Ik wou zeggen, het past niet bij mijn outfit. Maar dit past wel. Oh, leuk. Oh, dit is van My Jewelry, zie ik. Hun verkopen ook My Jewelry. Oh, dit vind ik enig. Ja, helemaal leuk. Nou, een kaartje moet er nog wel even af. Kan ik dat... Oh... Heel leuk. Ja, deze vind ik echt helemaal leuk voor de zomer. Nog een heel leuk kaartje. Hi Floor, veel plezier van je gave set. X Eva. Die kaartjes zijn toch ook helemaal leuk. Wat is dit? Dit is... Oh, dit is schattig. Dit is een kantenwit topje. Met een peplum onderkantje. Beetje van een broderie steltje weer. Met van die gaatjes en zo erop. Deze is €29,95 in maatje S. Nou, ik hoop dat ik hem pas. Ziet er heel schattig uit. Dus dit heb ik ontvangen van Tess V. Dan ga ik nu naar wat ik heb gekocht bij United Wardrobe. Trouwens, het spijt me als je achtergrondgeluiden hoort, maar het is nu op dit moment 30 graden. Ik ben ook heel erg verbrand hier en dan hier niet. Dus dat is een beetje... Hè. En ik heb het raam open, want ik kan het anders echt niet aan. Dus I'm sorry. Maar wat heb ik op United Wardrobe gekocht? Nou, echt belachelijk voor die prijzen waarvoor je dit nu koopt. Maar goed, namelijk dit te leuke Zara rokje die iedereen heeft onderhand en overal uitverkocht is.
Dit Zara-rokje, die was in de sale en die was gewoon uitverkocht. Dus, en ik had gehoord dat die klein viel. Dus ik heb een maatje M en die zit perfect. Echt zo blij. Ik dacht echt, oh, moet ik wel echt een M gaan doen? Ik heb normaal een S. Valt het wel echt klein? Of zijn ze gewoon allemaal aan lullen? I don't know. Nou, dus ik heb een M gedaan en daar ben ik heel erg blij mee, want hij zit perfect. Dus dit super schattige Zara-rokje met dit super leuke printje. Hij zit gewoon echt perfect en hij schijnt ook niet door, dus ja, ik vind het gewoon een helemaal leuk rokje. En die heb ik dus ook op United Wardrobe weer bij iemand gekocht. Het topje. Want ja, dan willen we wel gelijk het hele setje. Ik moet zeggen, de rokjes waren overal op United Wardrobe wel te vinden, maar het topje in maat M was niet zoveel meer te vinden. Maar I got it. En ik had hem volgens mij voor 25 euro ook gekocht. Dit is dus een maatje M. Ik heb hier de code. Meneer, mevrouw, kun je daarmee stoppen? Nou ja. Dit superleuke topje. Dit is toch helemaal leuk. Ik ga dus nog op vakantie. Dus dit staat dan ook leuk voor in de avonden. Maar morgen heb ik een verjaardag. En dan wordt het ook wel warm. Maar morgenavond en nacht. Dan gaat het vast afkoelen. En het is buiten. Dus dan ga ik deze denk ik aandoen. Maar ja, dit topje zit gewoon ook perfect in een M. Ik ben helemaal blij dat ik een M heb gedaan. Hier zit nog wel een rits in. Dus je krijgt hem makkelijk aan. En ik weet niet. Hij heeft zo'n mooi pofmouwtje. Hier. Dus dit setje heb ik nog gekocht op United Wardrobe. En die is dus van de Zara, maar wel altijd uitverkocht. Oh ja. Dan Come Get Fashion. En dit heb ik opgestuurd gekregen. Oh ja, dit is de outfit. Ja, heel toevallig. Ik kreeg dit op mijn verjaardag toen ik het vierde binnen. En ik had echt een kledingcrisis, want het was echt heel grauw buiten en helemaal niet lekker. En ik had helemaal een leuk outfitje in gedachten, maar dat ging ik mij niet aandoen. Want ja, zo mooi weer was het niet. Het was alleen maar aan het regenen. Dus uiteindelijk dacht ik, Come Get Fashion, ik trek die zak open, we doen gewoon alles wat daarin zit aan. En dat is dus deze hoodie. Zo. Deze hoodie en er staat op California, of wat staat er eigenlijk op? Los Angeles 1984. Ja, het is eigenlijk gewoon een basic zwarte hoodie. Die heb ik in een maatje ML, want ik hou ervan als het lekker groot zit. Nou ja, dus deze basic hoodie. En daarbij heb ik dit rokje van Come Get Fashion gekregen. Vind ik ook echt helemaal leuk. Is van een panterprint. En dit zijn de kleurtjes. Het is een beetje paarsig ook. Het is wel heel schattig. Maar ja, met een leuk riempje erbij. En dan die hoodie had ik er overheen. Is dit gewoon helemaal leuk. Dus dit rokje. En die heb ik in een maatje S volgens mij. Dus dit heb ik gekregen van Come Get Fashion. Oké, dan gaan we voor de afwisseling even van de Zara weg. Want ik heb alleen nog maar Zara. Dan gaan we naar Lily. En Lily is een kledingwinkel in mijn dorpje. Daar heb ik zelf ook gewerkt. Echt helemaal leuk. Maar wat erin zit is van Lovies. Dus wat items van Lovies. Als allereerst een shirtje wat ik al heb in het wit. Maar nu ook in een beige. Namelijk deze met die pofmouwtjes. Ja, ik vind hem echt helemaal leuk. Ik had die in het wit dus ook een keer aan op Insta. En ik kreeg heel veel vragen waar is dat shirtje van. Nou, van Lovies dus. Hij is 21,99 maatje S. En ja, ik vind het gewoon de beige kleur vind ik gewoon heel erg leuk. En ook leuk als je aan de onderkant knoopt, want ik heb een leuk rokje erbij, die past er ook bij. Dus dit setje heb ik trouwens zelf gekocht, wat ik nu laat zien. Moet ik het wel aandoen. Dan het rokje die ik heb gekocht bij Lily, van Lovies dus. Ik heb het kaartje al weggehaald, maar ik heb hem in de maatje S en hij was 50 euro, nee, 40 euro. 40 euro volgens mij. Dit super schattige rokje van Lovies. Nou, hij is dus... gewoon hier mooi strak aansluitend en aan de onderkant, wow. En aan de onderkant loopt hij een beetje wijd uit. En hij zit gewoon heel erg stretch. Hij stretcht echt lekker mee. Want het is wel een beetje zo'n stofje waarvan je denkt, stretch je het mee? Maar het stretcht wel mee. Dus hij is echt top. Hij schijnt niet door zover ik het nog heb ondervonden, zeg maar. En ik heb hem in een maatje S dus. En ja, ik vind het helemaal leuk. Maar die stond trouwens echt mega leuk met dit shirtje en dan een knoopje erin. Was helemaal leuk. Misschien doe ik dat straks nog aan. En dan als laatst bij Lily heb ik dit tasje van Lovies gekocht. Is toch ook weer helemaal leuk. Gewoon straks ik ga... Een moment. Hey Siri, doet hij dat altijd? Siri praat altijd tegen mij. En als je Siri zegt, dan doet hij niks. Het is helemaal raar. Maar goed, dit tasje, hij is van Suède. Ik ga straks nog borrelen, dus dan is dit helemaal handig. Hij heeft dus gouden details, wat ik dus heel erg leuk vind. Want ik draag dus goud, dus dan vind ik dat heel erg leuk. En van die leuke franjes. Past echt perfect alles in. Gewoon mijn portemonnee en mijn mobiel.
Dus dat is helemaal top. Ik weet niet meer hoe duur die was, maar maximaal 30 euro. Ik weet het niet meer. Dus dit schattige tasje nog. Dan gaan we verder met de Zara via Unite Wardrobe. Ook deze is van de Zara en... Oh, wat schattig. Er komt nog wat bij. En die was uitverkocht, maar dit is weer helemaal een floor ding. Het is namelijk zo'n schattig bohemian-achtig rokje. Weer in het zandkleur. De bovenkant is van dat stretchstofje wat gewoon ja, lekker meerekt. En de onderkant is weer van dat geborduurde-achtige shit. Met leuke gelaagjes. Ik kom echt niet aan mijn woord vandaag. Met leuke laagjes. Dus deze in een zandkleur, die heb ik zelf gekocht via Unite Wardrobe in een maatje S. En ik heb hem voor 35 euro volgens mij gekocht. Hij is dus uitverkocht bij de Zara, dus ik vond dit helemaal geweldig. Helemaal leuk voor weer mijn vakantie. Dan nog iets van de Zara. Weer via Unite Wardrobe, omdat ook weer dit uitverkocht is. Alles wat bij Zara uitverkocht is, probeer ik altijd te scoren, wat ik leuk vind trouwens. Bij Unite Wardrobe. En vaak lukt dat wel. Ik kreeg net trouwens bij die verkoper nog van dat rokje dit zakje. En volgens mij heeft dit ook een armbandje. Heel schattig met een goud schelpje. Helemaal leuk. Maar goed, we waren weer bij de Zara van Unite Wardrobe. En dat is deze linnen blouse. En hij is nu nog helemaal dichtgeknoopt. Maar zelfs zou ik hem lekker open dragen over je schouder of gewoon een dikke knoop erin. Deze beige kleur, weer beige. Ik ben helemaal gek op beige. En ja, hij ziet er gewoon nog top uit. Helemaal leuk. Kaartje zit er nog aan. Maak je S. En die is 40 euro. Deze superleuke linnen blouse in een beige kleur. Van de Zara. En dan komen we aan bij de laatste wat ik zelf heb gekocht. Nou ja, en dat is dit broekrokje. Ik heb hem al in een S, maar ik vind die toch iets te kort. Dus ik heb hem gewoon in een M nog nabesteld. En die S verkoop ik op Unite Wardrobe. Dus mocht je die willen, Unite Wardrobe staat in de beschrijving. Ik heet gewoon Floor Delver. En daar verkoop ik deze in een maatje S. Nog helemaal nieuw met kaartje eraan. Maar goed, het is dit zwarte broekrokje van de Zara. Dus de welbekende met dat centuurtje. Ja, dit is gewoon helemaal handig en helemaal leuk. Heb ik in een maatje M, zodat hij wat groter valt aan de achterkant en niet zo klein en zo. Dit is de code. En ja, gewoon een simpel zwart basic Zara zwarte... Hoeveel kun je er wel niet bij bedenken? Gewoon een basic zwart broekrokje van de Zara. Nou, dat was alles wat ik zelf heb gekocht en wat ik opgestuurd heb gekregen in 1 week. Het is echt belachelijk veel. Van mezelf mag ik nu ook niets meer kopen, want ik heb echt genoeg. En ook, dan koop ik dingen en dan, oh, ik ga nog op vakantie, hartstikke leuk. Maar uiteindelijk kan ik niet eens alles meenemen op vakantie, omdat het gewoon te veel is. Dus voor nu is het even mooi geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken deze video. Vond jij dat nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Ja, ik ben mega blij mee. En nu ga ik deze troep even opruimen, want het is echt bizar veel.